Ondanks de uitschakeling van SV Urk in het bekertoernooi was er gisteravond toch een lichtpuntje voor de club. Tijdens een bijeenkomst in partycentrum De Koningshof werd via een crowdfundingsactie voor een nieuwe tribune binnen 35 minuten een half miljoen euro opgehaald. Ja, blij verrast. We hadden nu het moment met 460 sponsoren en relaties erbij. En we hebben het gewoon gedaan uitgaande van, we zien wel hoeveel we binnen gaan halen. En we kwamen uit op het magische getal van 200 stoelen. SV Urk is de laatste jaren flink gegroeid en daardoor is uitbreiding nodig. Door de actie van gisteren kan de nieuwbouw definitief doorgaan, omdat het grootste deel van het bedrag voor het complex binnen is. Die kostte totaal 2,5 miljoen. Nou, we hebben een eigen vermogen. We hebben een bedrag de afgelopen jaren kunnen sparen. We hebben een goede financiering hebben we weten te krijgen. Maar ja, daarbij ontbrak nog een flink bedrag. Nou, toen kwam gewoon in december het spontane idee op van we gaan een crowdfunding doen. We gaan gewoon de 250 business seats gaan we gewoon veilen. Dat hebben we gisteravond gedaan en 200 stoelen naar 500 euro. Maar we hebben wel de bedrijven gevraagd, betaal het dan wel gelijk voor 5 jaar in 2023. En dat maakt dat bedrag van 500.000. Het nieuwe tribunegebouw moet er halverwege 2024 staan.